Ze zegt tegen mij, ik zie net dat die man die meid prikt met een naald. En toen zijn we erop gaan letten en toen zagen we dat hij het nogmaals deed. Nieuws. Needle spiking, een geheel nieuw fenomeen waarin vrouwen tegenwoordig worden gedrogeerd via een naald. Tot nog toe kennen we hier alleen maar verhalen over, maar daar is dit weekend verandering in gekomen. Ja, Devlin, jij bent natuurlijk van Juice Channel, één van de twee. Normaal gesproken hou jij je bezig met scoops over de Jamie Vaze van deze wereld. Maar afgelopen zaterdag was jij op Den Haag Outdoor. En toen heb jij iets heel heftigs meegemaakt en eigenlijk een scoop gebracht wat veel heftiger was. Wat heb je meegemaakt? Ik was met twee vrienden op bij Den Haag Outdoor. Eigenlijk de hele dag. En aan het einde van de avond stonden we in een tent aan de bar. En toen zag een vriendin van mij een man eigenlijk al. Ja, die man viel haar dus op, want die was ook alleen en die liep een beetje zo rond. En toen ging ze op die man letten en toen zag ze dat hij een dame prikte met een naald. Dus ze tikt mij aan en ze vraagt aan mij van. Ze zegt tegen mij, ik zie net dat die man die meid prikt met een naald. En toen zijn we erop gaan letten en toen zagen we dat hij het nogmaals deed. Toen later nog een keer, en toen hebben we barpersoneel aangesproken en die hebben security omgeroepen. Die hebben die man meegenomen naar achter. En, ja, en toen hebben ze echt bij hem een naald aangetroffen. Ja. En bij wat voor meisje deed hij het? Ja, het is eigenlijk heel verschillend, want hij deed het eerst bij een wat oudere dame. Die hebben we ook aangesproken en gezegd van, ja, volgens mij ben je net geprikt. Ja, net zoals je aangeeft, ja, je voelt het bijna niet. Dus die vrouw dacht ook van, ja, maken jullie nou een grap met mij? Maar we hebben tegen haar gezegd, we hebben het echt gezien. Zou je naar de EHBO kunnen gaan, dan kunnen ze je checken, want wie weet wat er gebeurt. Ja. Bij die andere meid hetzelfde, die geloofde het dan ook niet echt. En die is later ook naar de EHBO gegaan. En toen ben ik later in contact gekomen met een vriendin van die eerste vrouw. En die heeft ook echt aangegeven dat ze later op de EHBO heeft gezeten. Dat ze zichzelf niet heel goed voelde. Dat ze ook naar het ziekenhuis is gegaan en later ook nog met de politie heeft gesproken. Dus ze heeft zich uiteindelijk ook echt daar slecht door gevoeld. Ja. Ja. Ben je nu ook wat voorzichtiger als je bijvoorbeeld uitgaat met je vrienden? Ja, ik denk dat ik wel wat voorzichtiger ga zijn. Want je weet natuurlijk niet. Waar het nog meer gebeurt. Want je hoorde de verhalen wel. En ja, ik dacht bij mezelf altijd van, ja, er wordt zo goed gecontroleerd. Dus hoe zou je zoiets meer naar binnen kunnen krijgen? Vooral een naald. Maar ja, blijkbaar niet goed genoeg, want het is toch gelukt. Dus je bent wel wat alerter, denk ik, nu daardoor. Er wordt er gewoon lange mouwen aan. Ja, dat is sowieso. Ja. Overal aan. Overal. Ja, klompen, ben je helemaal goed. Ja. Ja. Maar hoe herken je nou zo iemand? Wat die vriendin van mij echt opviel. Dat was gewoon omdat die man gewoon de hele tijd alleen stond. Kijk, je gaat vaak met een groepje. Maar zag je er ook goor uit of zo? Ja, het was wel een oudere man. Ja, ja, wel een rare. Die zijn altijd goor. Ja, het was wel een rare vogel, ja, als je hem zo zag. Ja, ja, en dan heet het zo draaien. En ja, heel raar. Ja, als ik er nou over nadenk, denk ik, ja, raar. Dus als je een gozer alleen ziet, die wat ouder uitziet en hij ziet er goor uit, blijf weg. Ik zal wel opletten. Ja. Hey, jij daar, nog geen subscriber? Doe dat dan even, door hier te klikken op deze button. Hey, tel uit je winst. Gewoon hier. Wow.